meende dat zo ongeveer 1953, dat die toen neemden we altijd de Nijewei, ja, dat die iepen is. Ja. Hoe is dat precies gang, Dirk? De wei is iepen volgens mij met een groot stellage gebouwd, dicht plak met kran. En daar is de commissaris van de koningin van toen, ieder met zijn auto terug rijden. Dat trouw. En dat weer de opening dus. En ik weet nou dat wij hier al bij een jistien en derde steen. Dat weet ik niet. Maar ik herinner me heel goed dat je jaar op jaar het verkeer kon zien toenemen. En vooral voor zo'n buurtschap wat achter ons ligt, die kant op, Klein Groningen, was dat natuurlijk, hè, waar ze voor de ramen langs rijden, was dat uiterst vervelend. Dus er waren al veel lange plannen om deze weg in een, op een plek nieuw neer te leggen waar het niet tussen de bebouwing doorgaat. Een nieuw tracé dus. En, het zou al in de 90e jaren zou dat besloten worden, toen na 2000. En uiteindelijk is het ongeveer 9-10 jaar geleden, heeft de provincie besloten om dat nieuwe tracé aan te leggen. Is er geld vrijgemaakt. We schrijven dan het jaar 2009, 2010. En toen dachten wij met elkaar in Wijnjewoude van die kans moeten we grijpen. Want de provincie die had bovenaan staan, we willen Wijnjewoude stond in de krant met een plus achterlaten. En die plus, dat zou kunnen betekenen dat er van alles misschien kon gebeuren in Wijnjewoude, Klein Groningen, de omliggende gebieden, de wegen. Met die gegevens is een werkgroep geïnstalleerd, stuurgroep noemden we dat al snel N381. Waar Dirk in zit, waar ik in zit en nog een 8-9-tal anderen. En wij zijn erg bezig geweest om die dingen te realiseren wat wij als Wijnjewoude van belang vonden als plus. Nou ja, en daarvan zien we hier een voorbeeld waar we staan. Maar we moeten er hier aan wennen en dat is ook nog niet af. Het is nu aangelegd hier, shared space, de pleinen. Snel rijden, daar wordt nog veel over gesproken. Ondanks dat je weet, ja, we moeten eigenlijk maar 30 kilometer rijden, wordt er nog te snel gereden. Jim heeft hier op dit kunstwerk foto's plakt die van heel oud zijn. Het is eerst een oorgebouw dat van 1930 in hebben. Het kunstwerk op zich vind ik wel een mooie farm hebben. Het is hier waar we staan eigenlijk. Dat is hier een oud paskantoor, dat had vroeger een paskantoor geweest. Ja, precies. En Jan Jonken, dus met de waaie oorgang, dat had een hele grote burgerij hier. Ja. En die foto's, die moesten nog eens een keer op. Ja, in mijn beleving had het huisje er altijd staan. Ik had altijd een heel mooi huis gevonden. Het is haast een beetje villa-achtig. Zo zeggen we altijd naar het huisje van Bedaarden, het huisje van Lietse Brand. Ja. Dat is haar bij de boer en dat is de winkel waar wij zo op Utsje ook kennen. Dat is nou Bloemenhuis Willema. Is altijd uitbreid geweest en dat had een hele grote winkel geweest. Dus verschillende pleinen zijn daar gecreëerd, wat dus nu weer, ja, wat je kunt zien en eigenlijk moet zien als de kern van het dorp Wijnjewoude. En daar zijn de mensen met elkaar erg tevreden over. Met name over de muziekkoepel, die niet meer op een stukje privéland staat, maar nu echt op een stukje openbaar terrein staat, een plein.